Het Floraplein in Eindhoven. Voor velen een bekend punt en een van de belangrijkste uitvalswegen van de stad. Het is donderdagochtend, 13 februari. 9:55. Niet ver van het plein, op de hoek van de Floralaan West, zit al sinds jaren en dag een sigarenzaak. Aan de overkant van de straat zijn in een basisschool de kinderen van groep 8 bezig met de CITO-toets. Voor hen is dit een bijzondere dag. Voor de eigenaar van de sigarenzaak, aan de overkant van de straat, is het een gewone werkdag. Hij ziet op dat moment niet wat de kinderen op school wel zien. Namelijk twee mannen met bivakmutsen die op het punt staan bij hem binnen te vallen. En dan gaat het snel. Eén overvaller loopt meteen door en lijkt precies te weten waar hij moet zijn. Opvallend is de stilte waarin alles gebeurt. Er wordt niet gesproken. Dan vindt hij meerdere rollen muntgeld. Maar het is nog niet voorbij. Er ontstaat een worsteling tussen de eigenaar en de tweede overvaller. Als de eigenaar eenmaal buiten weet te komen, vluchten de overvallers weg. De kinderen zien ze vanuit hun klaslokaal wegrennen. De eigenaar van de zaak raakte bij de overval gewond aan zijn oog en moest daarvoor behandeld worden in het ziekenhuis. De schrik en de angst zitten nog steeds in. En dat is ook bij de kinderen van de school aan de overkant van de straat. Want die zagen de eigenaar bloedend de straat oprennen en ze zagen ook de overvallers met hun bivakmutsen. En dit zijn die overvallers. Het gaat allemaal heel snel, dus we zullen op het moment waarop de daders het beste in beeld zijn, dat beeld even stilzetten. Het gaat om twee donkere mannen van ongeveer 20 jaar. Wat opviel was het lengteverschil tussen de twee. De voorste is de grootste, hij is zo'n 1,80 meter lang, draagt donkere kleding. De andere is een stuk kleiner, zo'n 1,65 meter. Hij draagt een donkere jas met eronder een lichte broek. Een getuige heeft gezien dat de kleinste van de twee rasta haar heeft en dat de ander waarschijnlijk kaal is. Dat kan een duidelijke aanwijzing richting de daders zijn. Meteen na de overval renden de daders de hoek om de Roosterlaan in. En getuigen hebben gezien dat ze deze steeg in zijn gerend. En daarna zijn we ze kwijt. Of toch niet? Denk even terug aan die donderdagochtend 13 februari. Zo tussen 9:15 en 9:45. Was u in de buurt van de Floralaan West in Eindhoven? In de buurt van de Roosterlaan? Heeft u iets opvallends gezien? Misschien wel de daders. Twee donkere jongens, waarvan de een een stuk langer dan de ander. De een kaal, de ander met rasta haar. Daarnaast hebben ze rollen muntgeld meegenomen. Herinnert u zich iemand die ineens veel muntgeld had? Niet alleen op hun vlucht kunnen ze gezien zijn, maar ook voor de overval. Want misschien waren ze al eerder hier in de buurt om de boel te verkennen. Als er iemand zich iets herinnert, laat het dan vooral weten. De kinderen van de basisschool hebben op een later moment de CITO-toets opnieuw gemaakt. En gelukkig waren de resultaten erg goed. Maar we laten u nog een keer de bewakingsbeelden zien. Help mee deze overvaller snel te vinden. Soms kan daarbij zelfs de kleinste tip helpen. Als u iets vermoedt, zich iets herinnert, blijf dan niet met die informatie zitten. Maar geef het door via de tiplijn op 0800 60 70. Als u liever uw naam niet zegt, dan kunt u bellen met 0800 7000. In deze zaak kunt u ook vertrouwelijk praten met iemand van het team Nationale Criminele Inlichtingen op 079 345 8999.